de Medemblik Experience op een hele goede zomer. De Museum Stoomtram, het Bakkerijmuseum en de gemeente Medemblik hebben de handen ineengeslagen om Medemblik weer op de kaart te zetten. Daar heeft René ook mij dus contact. Hij zegt: Meike, ik heb straks alleen nog maar, zoals het er nu naar uitziet, de tram die rijdt. En de historische driehoek zoals die van origine is, met de tram, met de boot en met de trein, ja, die kan ik voorlopig niet uitvoeren. Dus ik wil die gasten ook wat meer bieden en ik wil Medemblik daar nog meer in betrekken. Die reisgids die bestaat uit een aantal elementen. Iets wat mensen op het museumterrein in Horen kunnen ontdekken. Iets wat ze onderweg kunnen doen. Laten we niet vergeten dat natuurlijk de gemeente Medemblik ook onderweg natuurlijk een aantal mooie dingen heeft om te bezichtigen. Nou, de stationsgebouwen onderweg zijn daar een mooie handvat voor. En dat zie je ook in de gids staan. En het laatste deel van de gids is de Medemblik Experience. En die komt voort uit het idee dat het overgrote deel van onze bezoekers hier anderhalf uur zijn. Zeker onder deze omstandigheden. De Medemblik Experience is een ontdekkingstocht voor tijdens het verblijf in de stad Medemblik. Je kunt kiezen tussen een fotospeurroute en een kijk- en genietroute. Onderdeel, wij maken de koekjes, de beloning maken we. En dan hopen we dat de bezoekers dan later bij ons terugkomen. Op dit moment is het namelijk zo dat wij een beperkt aantal mensen naar binnen mogen laten. Dus lang niet iedereen die met de stoomtram komt, kan bij ons naar binnen. En dit is een heel mooi alternatief om ze te bieden, buiten alle andere alternatieven die er in Medemblik zijn. Het is ook nieuw dat dit al in de stoomtram verkondigd wordt. Dus ze komen in Medemblik aan en dan zijn ze al geïnformeerd. Als de bezoekers alle foto's goed genummerd hebben op de plattegrond, krijgen ze bij het Bakkerijmuseum een koekje in de vorm van een locomotief. Ik weet niet of we heel streng zullen zijn, misschien iedereen wel eentje meekrijgt. Bij de Medemblik Experience hopen ze dat de bezoekers een keer terugkeren naar Medemblik. Want er is nog veel meer te beleven. We hebben een mooi kasteel, we hebben een stoommachinemuseum, we hebben een VO2-museum. We hebben een voorhoeve, dus het is echt nog wel heel aantrekkelijk om hier nog een dagje of een dagdeel terug te komen. Nou, dat heeft natuurlijk, dat werkt wel mee natuurlijk, als je weet dat er leuke dingen te doen zijn. Dat je zegt van, nou, daar ga ik nog een keer naartoe.